Wat wordt er gezegd door de trainer? Er is helemaal niks gezegd. Terwijl er wel heel veel misschien te zeggen is naar aanleiding van deze 90 minuten. Nou, ik denk dat het na deze 90 minuten beter is om even de rust te bewaren en er morgen op terug te komen. Alle emoties die er zijn laten zakken. En dan kunnen we morgen weer gaan kijken wat er aan de hand is en wat we moeten doen. Wat is jouw emotie? Ja, boos, woede. Ik bedoel, kijk, eerste helft is Zwolle gewoon veel beter en heb je helemaal niks in te brengen. Ik ben blij zijn dat je nog op 0-0 de rust in gaat eigenlijk. En dan in de tweede helft komen we wel aardig aan voetballen toe. Maar ja, je creëert gewoon geen één kans. Het zijn wat losse flodders die dan nog goed valt. Voorzetten die dan net worden weggewerkt. Maar het zijn geen echte kansen. En dan is het onmogelijk scoren natuurlijk. Dan maken ze uiteindelijk 1-0 bij een bal. Waar ik ook vanuit de regie hoor dat het toch heel moeilijk te zien is of die bal over de lijn is. Maar wordt er gezegd, Alessandro Dame protesteerde niet. Dus hij zal wel gezien hebben dat hij over de lijn is gegaan. Nou, jij kan het verlossende antwoord geven. Was het een doelpunt van Zwolle van de bal van Kingsley Ejigboe? Ja, was erover. Ik probeerde in alle uitersten nog die bal ervoor weg te slaan. En hopen dat de grens het toch niet ziet dat je lichaam ervoor staat of iets. Maar hij was er in mijn optiek was hij er ook, ja. Hoe zuur is dat voor een keeper die dan goed keept? En je dacht volgens mij echt, vandaag gaat er geen bal in. Ik hou weer de nul, maar een paar spectaculaire reddingen. Nou ja, op een gegeven moment in die tweede helft, 70, 75 minuten. Toen had ik wel het idee van, we waren lekker aan het voetballen. Dan maar 0-0, weet je wel. Maar ik had niet echt meer het idee dat zij nog wat konden forceren. Maar ja, dan valt hij op zo'n, zo'n moment, zo lullig eigenlijk. Man. Ja, dat is 0-2. Dan merk je ook wel de mentale tik om hard aan. Het is ook niet veel later 0-2. Daarna gebeurt er eigenlijk meer weinig. Hè? Dan realiseert iedereen zich wel, dit gaat het niet meer worden. Nee, als je de 80 minuten lang geen echte kans hebt gecreëerd en je komt 2-0 achter. Ja, dan is het... Dan komt dat hard aan, want je weet dat je in principe niet meer terug gaat komen. Ja, niet alleen die 80 minuten. De laatste 4 wedstrijden geen doelpunt gemaakt. Wat is er ineens mis bij jullie? Eerste seizoen zelfs zoveel scorend. Ja, behoudende speelstijl. Kijk, in de eerste helft van de competitie kregen we heel veel doelpunten tegen. Tweede helft hebben we dat beter voor elkaar. Maar ja, dat gaat wel gepaard met een behoudende speelstijl. Ja, en dan zie je dat we minder stootracht hebben, minder voor de goal kunnen komen en kansen kunnen creëren. Dus, ja. Nu komt ook de Graafschap eraan aan een spectaculaire zege bij Heerenveen. Emme staat er nog wel net onder, maar dat laatste blok... Dat wordt wel heel zorgelijk, het wordt heel spannend. Wat moet er de komende 2 weken waarin jullie kunnen toewerken naar de volgende wedstrijd gaan gebeuren? Ja, het wordt zeker zwaar. Het staat allemaal dicht bij elkaar. Maar ik heb er nog alle vertrouwen in. En ik denk dat wij genoeg kwaliteit hebben in onze groep om Emmen en de Graafschap en ook NAC natuurlijk onder ons te houden. Dus we moeten ons bij elkaar rapen en volle bak er tegenaan gaan. En kijken waar de winst te behalen valt. En... Op naar de volgende wedstrijd.